Jij bent een creatieve zelfstandige ondernemer, een coach of een trainer. Je bent al enkele jaren flink bezig, maar toch zit je met een paar uitdagingen vandaag. Wanneer jij potentiële klanten spreekt, dan gaan 8 op de 10 met jou in zee. En dat is helemaal top. Maar de uitdaging is natuurlijk, hoe krijg je meer potentiële klanten die je uiteindelijk kan gaan spreken? Hoe gaan die potentiële klanten jou vinden in de overcrowded online digitale wereld, waar alles steeds sneller en sneller gaat? Hoe kan jij uiteindelijk het verschil gaan maken en zorgen dat je uiteindelijk niet aan de slag moet met Amerikaans getinte bullshit marketing? Want jij ziet het uiteindelijk niet zitten om jouw verhaal gaan te vertellen over hoe goed jouw leven wel is. Hoe jij van je shit je hit hebt gemaakt. Want dat zie je blijkbaar andere succesvol online marketeers, gurus, doen. Hoe mooi hun leven wel is. Hoeveel vakanties dat ze hebben. Hoe mooi hun auto is. Villa's, boten, privévliegtuigen. En natuurlijk altijd selfies met belangrijke personen en andere gurus. En als jij dan ook zo'n mooi leven wil, dan moet je natuurlijk gewoon hun cursus kopen. Hoe je dan in 6 weken even rijk en succesvol zal zijn als hen. Met enkele eenvoudige stapjes. Maar ik kan jou vertellen dat online marketing niet eenvoudig is. Het is gewoon moeilijk. Een succesvolle onderneming opbouwen is gewoon moeilijk. En dan zie je natuurlijk van die dingen voorbij komen hoe je in 1 dag een succesvolle Facebook-advertentie gaat opzetten. Echt? Ik kan jou garanderen dat het niet zal werken en dat je eerst enkele dagen tijd zal moeten nemen om het fundamentele werk juist te gaan doen. En dit is ook zo moeilijk. Maar ik kan begrijpen waarom je deze mensen eigenlijk gelooft, want als je meerdere mensen hoort zeggen het is makkelijk en je hebt eigenlijk maar een paar stappen die je moet doen zonder moeite, ja. Maar wat zij uiteindelijk jou vergeten te vertellen zijn een paar essentiële dingen. Want het zal uiteindelijk maanden duren voor je echt online succes zal boeken met online marketing. En wat ze jou ook niet gaan vertellen, is dat het uiteindelijk gewoon niet makkelijk is. Jij hebt nu al enkele marketingtrainingen gevolgd, misschien social media cursussen gevolgd. Je hebt gewerkt met een webdesigner. Je hebt misschien gewerkt met een marketingbureau. Maar dat was geen geheel succes. En je voelt je eigenlijk verbrand hierdoor. En een belangrijke vraag die je vandaag dan hebt is, wie kan ik hier nog vertrouwen? Wie kan me gaan helpen om die nieuwe potentiële klanten uiteindelijk nog wel gaan te vinden? Want het zou natuurlijk voor jou top zijn als je online toch die nieuwe klanten zou vinden. Maar hier zit dan ook weer een zuur kantje aan. Want een van de dingen die jij niet wil, is uiteindelijk persoonlijkheid verliezen. Jij wil best enkele 100 euro's per maand investeren in online marketing. En dan is jouw vraag, wat kan ik hier uiteindelijk dan mee bereiken? Je hebt tot nu al heel wat euro's uitgegeven. Maar je hebt eigenlijk geen idee en geen inzicht in wat heeft het nu echt opgeleverd. Want als in online marketing iets niet gemeten wordt, dan is het uiteindelijk heel moeilijk om succesvol gaan op te schalen. In de ideale wereld zou dan die ideale klant automatisch voor jou moeten verschijnen. Dan heb je uiteindelijk alleen nog 1 gesprek nodig. Met andere woorden, jouw marketing zou geautomatiseerd moeten worden. En jouw grote vraag is dan natuurlijk, hoe doe ik dit? En misschien zelfs een andere vraag. Werkt dit uiteindelijk wel voor mijn business? Jij bent nu al een tijd bezig en uiteindelijk wil je toch graag wat meer gaan verdienen. Betere ideale klanten vinden, mooiere producten of diensten gaan aanbieden. Meer meerwaarde leveren aan jouw klant. En in vele gevallen zou je uiteindelijk ook graag meer tijd besteden aan die klant. Maar dat is vandaag heel moeilijk. Ja, het is ook voor jou mogelijk om uiteindelijk jouw marketing online te gaan automatiseren. En nee, ik heb het niet over als jij alleen maar online producten of diensten wil gaan verkopen. Het kan ook met offline producten of diensten. En hier is het uiteindelijk belangrijk dat je potentiële klant jou online ziet en dat je daarna een gesprek met hen hebt. En als alle stapjes kloppen, dan is 1 gesprek soms genoeg. En dan gaan ze jou zelfs vragen, hoe kan jij mij nu helpen? Vertel mij hoe jij mij kan helpen, hoe ik van A naar B kom.
hoe jij uiteindelijk hun vraag beantwoordt of hun uitdaging of probleem gaat oplossen. Er zijn 4 belangrijke stappen als jij deze weg wil inslagen waar je vandaag rekening zal mee houden. 1. Van informatiemarketing naar transformatiemarketing. We hebben nu het internet ruim 20 jaar en dit heeft onze wereld sterk veranderd. Hoe we communiceren, hoe we werken, hoe we business doen. Maar het heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat alle informatie die jouw klant nodig heeft, dat die eigenlijk al bestaat. En dat die gewoon online te vinden is. En in vele gevallen gewoon gratis te vinden is. We komen dan ook uit een tijdperk van informatiemarketing, waar heel veel geld is verdiend met het verkopen van uiteindelijk informatie, kennis. Maar dit gaat in de toekomst alleen maar moeilijker en moeilijker worden. Want je hebt waarschijnlijk vandaag ook al gemerkt, uiteindelijk is er gewoon een overvloed aan informatie. In de toekomst gaan we dit helemaal anders moeten doen. Vooral hoe we mensen gaan helpen hun leven eigenlijk te transformeren. Alhoewel deze info eigenlijk meestal online te vinden is, wordt ons leven alleen maar complexer. De wereld wordt maar complexer en complexer. En uiteindelijk zal het gaan over hoe goed jij iemand zal kunnen helpen in eigenlijk het toepassen van de informatie en dus die transformatie kan gaan verwezenlijken. Hoe ga jij iemand kunnen helpen in zijn huidige situatie te komen naar de gewenste nieuwe situatie? Het gaat vooral vandaag om hoe goed kan jij iemand helpen van A naar B te komen. En dit zal je dus zeer duidelijk moeten kunnen maken in je marketing. 2. Creëer de menselijke band in je marketing. Hoe kan je je marketing gaan automatiseren, maar toch het heel persoonlijk en menselijk maken? Alles wordt meer en meer digitaal. We communiceren sneller en sneller, meer en meer, maar uiteindelijk wordt het minder en minder persoonlijk. Dus hoe kan jij uiteindelijk het verschil gaan maken in deze digitale wereld? Dit vooral door je marketing eigenlijk heel persoonlijk te maken. Dit wordt vandaag superbelangrijk, maar in de toekomst nog veel meer. Jouw vraag is dan, hoe doe ik dat? Wel, misschien heb je het al gemerkt, maar uiteindelijk 90% van de marketing zal tegen 2020 video zijn. Dus de vraag is, zet je vandaag al video in en hoe zou je die video uiteindelijk kunnen gaan inzetten? En waar ga je dan deze video plaatsen en delen? En nee, deze video gaat niet over jouw persoonlijke verhaal. Deze video gaat niet over hoe mooi je leven wel is. En gaat ook niet over hoe je van je shit je hit hebt gemaakt. Maar het gaat wel over hoe jij jouw ideale klant kan helpen zijn leven te transformeren van zijn huidige ongewenste situatie naar een nieuwe gewenste situatie. 3. Definieer de transformatie in je marketing. De vraag is, wat doe je vandaag in je marketing? Wat vertel jij vandaag in je marketing? Maar nog belangrijker is natuurlijk, wat ga je uiteindelijk in de toekomst gaan vertellen? Het gebruik van storytelling is essentieel in marketing. Vandaag, maar nog meer in de toekomst. Maar hoe ga je nu precies storytelling inzetten? De beste manier om dit te doen is het gebruik maken van het concept van de Hero's Journey. Dit concept wordt ook gebruikt in elke succesvolle film, serie of boek. Het beschrijft uiteindelijk de transformatie van de held in het verhaal. Hoe Luke Skywalker in Star Wars Darth Vader verslaat en een Jedi wordt. Hoe Harry Potter een meester tovenaar wordt en Lord Voldemort verslaat. Al deze helden krijgen meerdere uitdagingen voorgeschoteld in hun reis. Hiervoor moeten ze heel wat nieuwe skills leren, nieuwe dingen onder de knie krijgen en mensen ontmoeten die hun uiteindelijk gaan helpen. Hun mentors, coaches, helpers, hun Yoda's, hun Dumbledore's. En dit gaan we uiteindelijk ook doen in jouw marketing. De klant is de hero in het verhaal. Wij zijn alleen de mentor, de helper, die hun helpt uiteindelijk de transformatie te realiseren. Hoe kan jij iemand van A naar B brengen, waar A zijn huidige wereld is, met de uitdaging, het probleem of de vraag? En hoe verloopt uiteindelijk die reis naar
B. De nieuwe wereld. En hoe ziet jouw klant zijn leven eruit na de transformatie? De nieuwe wereld waar uiteindelijk het probleem, de uitdaging of de vraag opgelost is. Durf je dan jouw potentiële klant zeggen dat de weg van A naar B niet dit zal doen, maar uiteindelijk dit zal doen? Dat het niet makkelijk is. Ik durf jou te zeggen dat marketing niet makkelijk is. Het creëren van de hero journey voor de ideale klant op de juiste manier, waarbij jij eigenlijk op de correcte manier de transformatie illustreert, dat is moeilijk en zwaar. En er zullen maar weinige mensen, ondernemers zijn, die dit uiteindelijk gaan doen. En dit is trouwens iets wat niemand voor jou kan doen. Alleen jij kan dit doen, want jij alleen kent jouw ideale klant. Jij kent jouw producten en diensten van binnen en van buiten. 4. Hoe kan jij dit nu uiteindelijk allemaal gaan doen? Want jouw vraag is nu, maar ja, hoe moet ik dan mijn marketing gaan verbeteren? Er zijn heel veel stappen die genomen moeten worden als je je marketing eigenlijk fundamenteel wil gaan verbeteren en op de juiste manier aan storytelling wil gaan doen. Alles start uiteindelijk bij het bepalen van de ideale klant. En dan denk je, ja, dat heb ik al eens gedaan. Mooi, maar ik kan je garanderen dat het uiteindelijk om veel meer gaat dan leeftijd, woonplaats, beroep, inkomen, hobby's, familie of de klassiekers. Het gaat uiteindelijk om dat jij die ideale klant 100% wordt. Dat je weet wat hem uiteindelijk bezighoudt. Wat hij denkt, voelt, hoort en ziet. En eens dat jij deze ideale klant eigenlijk 100% bent geworden, dan pas kan je je ook gaan afvragen, wat is uiteindelijk ook het beste wat ik hem kan aanbieden? En misschien is dat iets anders dan je vandaag aanbiedt. Wat is uiteindelijk de beste oplossing die ik mijn klant kan gaan aanbieden? Wat is het beste product, het beste dienst die ik hem uiteindelijk kan leveren? Eens dat we dit weten, dan kunnen we starten met de Hero Journey te creëren. En dat is uiteindelijk het verhaal hoe jouw klant de reis maakt van punt A naar punt B. En jij alleen weet deze stappen. Jij alleen weet alle valkuilen en uitdagingen op deze reis. Wanneer jij uiteindelijk 100% jouw ideale klant bent geweest en de reis in zijn plaats hebt beleefd, dan kan je gaan denken, hoe kan ik dit nu gaan vertalen in marketing? Naar mijn website, andere communicatiemiddelen, een video. Maar voordat we dit eigenlijk echt groot in de wereld gaan zetten, is het misschien best dat we dit gaan testen. En dat doen we door het gebruik te maken van een minimum viable funnel. Waar je eigenlijk gaat testen of de marketingboodschap, het marketingverhaal dat je bedacht hebt, effectief gaat werken. Alleen als de minimum viable funnel werkt, succesvol is, dan pas gaan we dit opschalen. Dan zijn we zeker dat het fundamentele marketingverhaal dat we brengen, dat onze fundamentele strategie werkt. Hoi, ik ben Peter Waats, online ondernemer, high performance business mentor. Ik help zelfstandige ondernemers, coaches en trainers groeien naar het volgende niveau. Ik ben hier vandaag om jou te helpen jouw ideale klant beter te gaan definiëren, een mooier, beter aanbod te gaan creëren en hoe je dit uiteindelijk gaat vertalen in die hero's journey om je marketing fundamenteel te gaan verbeteren. Want marketing is uiteindelijk een belangrijk onderdeel van jouw groei naar het volgende niveau. Ik wil je nu dan ook graag uitnodigen naar een online evaluatie waar je een inzicht gaat krijgen hoe het staat vandaag met jouw online marketingstrategie. Ik heb 6 vragen voor jou. Beantwoord deze vragen. Dat is uiteindelijk de eerste stap die jij kan zetten in het verbeteren van jouw marketing. Gebruik de link die je vindt in de tekst boven deze video of gebruik het knopje dat je vindt onder deze video. En op de volgende pagina beantwoord je de 6 vragen, jouw volgende stap in een betere toekomst. Daarna kan je een gratis marketingstrategie sessie met mij plannen. Gebruik nu de link die je vindt in de tekst boven deze video of gebruik de knop die je vindt onder deze video.